Maar het is eigenlijk van oorsprong een politieke articulatie die zich religieus manifesteert. Nou, religie heeft in die zin met terroristische aanslagen te maken dat het je politiek organiseren in heel veel landen steeds ingewikkelder is geworden. Dat heeft overigens ook nog te maken met 9-11 en terrorismebestrijding. Want terrorismebestrijding heeft tot interessant effect gehad dat de politieke speelruimte voor allerlei niet-gouvernementele organisaties in heel veel landen kleiner is geworden, omdat overheden bang zijn dat politieke organisaties uiteindelijk uitgroeien tot terroristische organisaties. Dus overheden perken de ruimte waarbinnen organisaties kunnen opereren ook in landen als Kenia, Kazachstan, Afghanistan, Pakistan, nou, noem ze maar op. Dus die politieke speelruimte wordt steeds kleiner. En dan zie je dat overheden niet aan religieuze organisaties durven te komen, om allerlei redenen. Hè? Want je gaat niet moskeeën sluiten, want dat is, dan krijg je echt opstand. Dus dan is de religieuze ruimte een van de weinige ruimtes waarbinnen mensen nog politiek actief of in ieder geval enige vorm van collectiviteit kunnen vinden. Dus dan zie je dat ze daaromheen zich gaan organiseren. Daar komt nog eens bij dat op heel veel plekken religieuze organisaties allerlei diensten aanleveren. Dus onderwijs, armenzorg, zelfs tot aan gezondheidszorg aan toe, veiligheid. Dus die religieuze organisaties hebben een enorme aantrekkingskracht op mensen die gehoord willen worden en die in een groep samen iets willen doen wat zij belangrijk vinden. Maar het is eigenlijk van oorsprong een politieke articulatie die zich religieus manifesteert. Dat is wat er gebeurt.